kijk, dit is hoe ik denk over industrie rappers. Fuck your money. Ja man, ik ben de geitenkant, want ik ben natuurlijk de GOAT, je weet toch? My shit bling black. My chest is a heart of a lion, ja man, J-Lion. In the mirror, I see a soldier. Ja man, we zijn even tanken in Duitsland. Yo, sommige mensen zijn echt wel misgunners, kijk dat wijf daar, weet je. Ik wees nog van, laat maar er even omheen gaan ofzo, voordat je dat allemaal gaat doen man. Nou, dan krijgen ze ook een expose. Kutwijf, man. Ja man, even geshopt. Maar ik zeg je heel eerlijk. Heel veel mensen zeggen dan Nederlands en Duits en zo. En het is vergelijkbaar. Ik snap er echt helemaal niks van, man. Altijd als ik hier ben. Je weet toch, voor mij is het alsof ik in Thailand ben. Daar heb je het van. Echt gewoon niks van, snap je? Maar ik vind ze altijd wel aardig of zo. Wel sympathiek, weet je wel. Ja man. Weet je, een keer kreeg ik hier een boete voor de gordel, toch? En ik begreep echt niet wat die scooter zei. Dus ik zei, natuurlijk had ik niet mijn gordel niet om, weet je wel. En op een gegeven moment was het 30 euro. Ik was vet enthousiast. Mijn bijrijder zei toen niet zo blij, joh. Weet je toch? Ja, man. Welkom bij een nieuwe J-Lion vlog. We hebben even net getankt en geshopt. What up? Weet je, over 50 cent gesproken, hè? Ik zag een keer een filmpje dat ze on tour waren, vet lang geleden in Duitsland. En dat ze zo schrokken van die betaalde wc's. Dus Tony Ayo of een van die gasten zei van, what the fuck man, moet je voor wc's hier betalen? Want mensen zijn het helemaal niet gewend, hè? Dat alles hier een soort verdienmodel is. En het is ook heel ziek, hoor. Het is gewoon een basisrecht. Basisbehoefte, een basisrecht eigenlijk, weet je wel. En, ja man, weet je wel. Ook in discotheek en zo. Waar je zit daar te drinken. Snap je nou, als ik een paar biertjes drink, dan ga ik echt wel vaak naar de wc moeten, weet je wel. Dus je geeft gewoon meer uit aan die toilet dan aan je drankjes, bij wijze van spreken, begrijp je. Het is echt wel heel ziek, hoor. Dus die boys schrok er echt van, weet je wel. Ja man. Ik rijd binnendoor terug, ik hoop dat ik goed rijd, want ik zag al op de heenweg allemaal van die kemaren en andere roofdieren loeren. Dus ik dacht van, no man, weet je wel, maar meestal vallen ze niet lastig hoor. Weet je wel, alleen tijdens die hele toestand hebben ze volgens mij wel, maar ook toen, eigenlijk, ik ben nooit lastig gevallen ofzo, weet je wel. Nog steeds de motherfucking J-Lion, en dit is de motherfucking Get Rich or Die Trying. En eigenlijk zit een van mijn favoriete focus man, van die album. Ik hou van crack verkopen, ik hou van met wapens lopen. Maar je hoort me niet. Maar weet je, als je realiseert wat die gozer allemaal zegt, man, is best wel lijp eigenlijk. Alhoewel, weet je, tegenwoordig zijn ze nog explicieter, weet je wel. Maar weet je, als je ook die artwork checkt en zo, man, het is wel echt heel sick hoor. Kijk hem. Kijk die holsters. Gucci. Maar toen hadden ze nog echt, toen deed ze het nog met stijl, weet je wel. Kijk, iedereen die designer was toen ook al, maar het was minder. Het was meer gewoon, kijk, het was meer gewoon een accessoire of zo, begrijp je? Louis Vuitton, Air Force One, zulke dingen. Maar het was ook veel harder hoe ze het deden. Het stond gewoon veel beter. Nu is het gewoon, ja, lijken het van die catwalk models of zo, weet je wel. Ze zijn geen cheese meer echt, weet je wel. Kijk deze. Bang bang. Er is een legend, een mythe dat de broer van een van Matties uit PT. En ze weten denk ik wel wie. Die wou die cd hebben. Hij heeft hem gewoon gepakt uit de winkel. Hij is gewoon op zoek gegaan, weet je wel. I don't know. Boy zit nu vast in de Verenigde Staten, weet je, de jongen heeft echt, ze zegt wel zelfverdediging, maar die boys wel, en allemaal, weet je, mensen weten die boys, die zijn op die dingen, weet je, man. Het is geen big deal of zo, weet je wel. Nou, daar zijn we weer, man, terug in de city, man.
deze man, J-Light on Packdown. Zo denk ik erover, over de industrie. Any living thing that cannot coexist with the kid must cease existing, snap je? Ja man, mooi gezegd. They come from Arnhem. Yo, is de motherfucking J-Line. Ik weet niet of jullie het nummer Wat zie je in mij van J-Line kennen. Er staan ze clip voor onderweg. Maar ze zijn eigenlijk vrijwel klaar hier, weet je. Maar ik heb nog een paar shots die ik mis. Het is een PT, weet je wel. Dus het wordt wel een dikke clip. Maar en door die hele PT, ja, volgens mij is het die. Dus je ziet al die steden ook. En je weet toch, kijk, ik heb... Ik zeg toch in die tweede verse van, ik weet ik ben een man dus ik doe relax, terwijl jongens doen stoer, maar het is een act. Dus gooi zo'n quote van F, die rapjes klinken leuk, maar ze zijn niet echt. Ik wel en dat vindt ze fijn baby, ik ben alles wat die boys willen zijn. Anything that I want, I'm a go get it. Klaar chicks, ik ben er klaar mee, no feelings. En je weet toch, ik ben alles wat die boys willen zijn en weet je wel, zus en zo en real rap en... Maar weet je, eigenlijk voor mij, kijk, je ziet me lachen, maar... Misschien komt dat juist ook door de strijd, maar ik lach met een traan, weet je. Kijk, voor mij was alles echt, echt moeilijk. Hier is trouwens die John Frostbrug en die grote kanon daar zo. En hier wou ik het eigenlijk trouwens over hebben, want ik reed hier dus laatst. En ik wou zo'n plaket hier lezen op zo'n rots. Daar staat iets over de oorlog, maar daar lag gewoon een dakloze kil naast, begrijp je? En toen ging ik hier zo rijden. Ik zag wat chickies lachen en shit en die kwamen langsrijden, Golf 6 of zo. En het opvallende was natuurlijk die kenteken. Oekraïens kenteken. Dus die gingen hier een auto parkeren, die stapte uit en die stapte de cruise ship in, weet je wel. En ja, weet je, vroeger had je hier een drugsboot volgens mij en er was een opvang voor daklozen. Het was 2-in-1 of zo, weet je wel. En die hebben nu moeten wijken. Trouwens zijn mensen ook. Ze hebben hier, kijk uit, ze hebben hier de mensen er ook uit gestuurd. Zogenaamd was de overlast. En ze zeggen het niet, maar eigenlijk zeggen ze het wel. Weet je, het werd Turkse jongeren in de schoenen geschoven. En dus die zijn verbannen. En dan denk je van, wisten ze het of zo dat ze dit gingen doen? Dit was jaren geleden, toch? Weet je, 2017, 18. En nu heb je hier dus de cruise ship voor de Oekraïners. En kijk, het zijn pionnen in een proxyoorlog tussen het Westen en Rusland. Het is eigenlijk heel zielig. En al die mannen worden uitgeroeid. Ze moeten naar de... Ze moeten naar... Jeetje, nou. Hoe snobbish kan je zijn, man? Kom op, man. Het is ook een rijbaan hier of zo. Maar in ieder geval... Weet je, ze worden uitgeroeid, man. Er is straks geen Oekraïne meer over. Dan zijn wij allemaal straks Oekraïnse babymamas nemen of zo. Maar, dus hier, de helft van die dingen is dus gewoon afgezet. Kijk, kom je hier zo. Dan is het bestemmingsverkeer. Dan staat er ook een security. Dus de Rijnkade is gekaapt. Dat is niet meer voor, dat is voor Oekraïners. Dat is niet meer voor Nederlanders. Ik zie zelfs die waggie. Kijk, die Golf 6 hier. Die zag ik dus gisteren. Alleen de ladies zijn er niet. Maar, dit is die waggie. Kijk maar naar die kenteken. En ja, zie je die skirretjes ook in de verte? Je kan er dus niet meer opkomen, begrijp je? En weet je, het zijn ook pionnen, begrijp je? Ik ben niet zo van, oh, vluchtelingen, dit, dat. Ja, ze zijn dom. Maar, want weet je, ja, ze hebben, in hun land hebben ze land, huizen, boerderijen en... Hun land wordt gewoon geplunderd en zij belanden straks in een flat in de stad, weet je wel. Maar, dus ze winnen er niks mee. Maar het is gewoon sneu om te zien, want dan zie je dus allemaal van die daklozen. Weet je, want het wordt alleen maar erger, ook met al die pandemieën en al die nonsens. Ja, weet je, en dan zie je allemaal mensen hier met dikke bakken die gewoon op een... Een luxury cruise ship gaan slapen, ja, weet je, dat doet wel pijn, man, snap je? Ook omdat je die mensen ziet lijden en zo. Nou. Maar goed, weet je, ik weet niet of het door de strijd komt, maar alles was dus voor mij moeilijk, snap je? Familiesituatie, relaties, die scoro
opleiding, werk, stages, de streets, weet je wel. Voor mij was alles een strijd. Je ziet het ook met de rap, weet je wel. Je ziet dat ik ze allemaal eruit rap. En toch, snap je, krijg ik niet mijn recognition, weet je wel. Dus, maar ja, ik vind het gewoon jammer voor jullie. Net als, ja, ik heb ook geen last van de Oekraïners of overige vluchtelingen of wat ze ook zijn. Weet je wel, ik vind het gewoon jammer voor hun en voor de mensen die eronder lijden. Nou, uiteindelijk lijden we er allemaal onder. We worden allemaal met z'n allen armer. En die hele agenda, dat wordt echt gewoon puin. Maar ik ben dus heel empathisch, weet je. Misschien is het genetisch. En hier heb je dan Rijnwijk, weet je wel. En hier heb je dan Rijnwijk. Deze mensen hebben ze ook vernietigd gewoon. Dat zie je mijn clip Bang Maken. Daar zie je nog een paar shots dat ik voor Rijnwijk sta. We hadden geen tijd om naar binnen te gaan. Ik heb wel andere video's waar ik er wel in was. En het is helemaal weg gewoon. Weet je wel, alle gebouwen vernietigd. Het is gewoon cultureel erfgoed. Ik zal hem even van de clip halen. Kijk eens, dat is echt heel sneu wat ze hier hebben gedaan. Ja man. Hebben jullie gezien dat de overheid nu die Gio willen afpersen? Zeg tegen Gio, regel een clip man. Een clip, je weet toch, om je pokkie in te zetten, man. Ja, man. Maar, ja, echt heel lijp allemaal. Heel pijnlijk. Je mist het ook in deze samenleving, hoor. De empathie. Ik zie ze dan soms ook die bumperklevers. En denk van... Weet je weet helemaal niet waarom ik doe wat ik doe. Snap je? En dan zit je zo. En dan kijk je in je achterspiegel. En dan zie je zo'n stoïcijnse... Robocop gewoon, robotkop. Begrijp je wat ik bedoel? En ja man, ook, weet je, misschien moet ik wel langzaam rijden, want er moet een fietser oversteken of zo, begrijp je? Hun zouden jou gewoon opjagen dat jij die fietser aanrijdt en dan, terwijl jij in een aanrijding zit, snap je dan, dan zouden hun er nog met een glimlach eromheen rijden van not my problem of zo, terwijl hun het hebben veroorzaakt, terwijl hun jou zo hebben opgejaagd. Dat jij, weet ik veel, zo'n opa omverrijdt. Omdat ze jou zo hebben gekleefd, zo hebben opgefokt. En dan rijden hun gewoon met een boog om je heen, hoor. Van, oh, alsof ze er niks mee te maken hebben. Ja, man, dus kijk uit, man. Laat je niet opjagen op de weg, man. Dat is ook wel een belangrijk punt. Het heeft niks ermee te maken, man.